Vrij Natuurlijk. Ja. Mooie naam. Ja, leuk hè? Ja, hoe kom je eraan? Ik zocht eigenlijk een naam waarin in de totale veelzijdigheid van mijn ideeën en van wat ik wil tot uiting komt. En Vrij Natuurlijk is gewoon iets wat op heel veel verschillende manieren uitgelegd kan worden. Het staat voor dat vrijheid natuurlijk is. Dat we worden vrij geboren en dat is ons geboorterecht, zeg maar. Niemand mag ons dat eigenlijk afpakken. En wat het ook is, vrij natuurlijk. Het is zeg maar, het spreekt uit dat natuurlijkheid ook een stuk is wat bij je hoort. En spreekt uit dat natuurlijkheid iets is waar we ons niet achter mogen verschuilen. Het is niet zoiets van, ja, maar dit is natuurlijk of dit is onnatuurlijk. Het is geen argument. Mens is zowel natuurlijk als onnatuurlijk. Dus vrij natuurlijk, zeg maar. Het is nooit het een of het ander. Dus we zijn altijd zelf verantwoordelijk. Maar we moeten wel altijd rekening houden met onze bagage. Waar we vandaan komen. Waar we voor gemaakt zijn. Maar uiteindelijk zijn we zelf verantwoordelijk. Dat drukt het eigenlijk ook uit. Oké. En wat wil je met dit blog, dat Vrij Natuurlijk, wat wil je daarmee bereiken? Ik wil bij elkaar brengen alles wat er ligt op het gebied van onderwijsvernieuwing, van andere manieren van kijken naar ontwikkeling. Dus we hebben het over paradigma A, dat is zeg maar, we gaan alles controleren, we gaan ervan uit dat mensen van nature lui zijn, dat mensen van nature gestuurd moeten worden, dat ze van nature niks doen. Het is een beetje het erfzonde denken, echoot er nog in door. Mensen zijn slecht, dus om te zorgen dat ze goede dingen doen, moet je ze controleren. Ik ga uit van een evolutionair ontwikkelingsmodel. Ik zeg, mensen zijn sociale wezens. We hebben miljoenen jaren zonder structuur, of zonder opgelegde structuur, over de aarde gezworven. We hebben daarbij alle uithoeken van de wereld bevolkt. We hebben 99% van de tijd dat we op aarde zijn, zijn we gewoon als kleine egalitair anarchistische groepen met elkaar de wereld overgetrokken. En dat is eigenlijk pas in de laatste 5000 jaar of zo veranderd. Doordat we landbouw gingen plegen, wat hele andere eisen stelt aan een samenleving. Maar dat is de cultuur. Mens van nature is nog steeds die egalitaire jager-verzamelaar. En dat is ook wat hij zoekt in zijn sociale omgeving. Dus als we een mens vrijlaten om zijn eigen sociale omgeving te creëren, zal hij in principe iets zoeken waarin hij vrij is en gelijk. En ja, dat wil ik eigenlijk overbrengen. Van oké, ga daarna op zoek. Oh, ik dacht dat je hier studiepunten mee wilde verdienen. Dat je hierop wilde afstuderen. Nou ja, ik zit ook nog op een opleiding. Maar ik zit inmiddels in het zesde jaar. Dat zegt al genoeg. Ik heb zoveel passies en zoveel dingen. Dat ik telkens weer op sporen kom die ik ontzettend interessant vond. Ik heb antropologie gedaan, geschiedenis. Maar jongen, ja, toch, ik heb jongen, nog een paar competenties toch af te vinken. Focus! Inderdaad. Ja, focus. Ja, dat is mijn persoonlijke aandachtspuntje. Ja.